Het is natuurlijk goed bedoeld dat die kinderen minder stress ervaren. En op die manier dus ook beter met de verwachtingen om kunnen gaan die er op school gesteld wordt. Maar dat voelt toch wel als de omgekeerde wereld. Je hebt veel meer het idee, wat is dit voor samenleving? En waarom worden die kinderen al aan zoveel spanning blootgesteld? Een vraag die we ook kunnen stellen aan onze pubers. Ook hier zien we steeds meer jongeren worstelen. Sharon is 19 jaar, woont op het mooie en op zichzelf rustgevende Drentse platteland, maar heeft al een burn-out te pakken. Sharon, hoe kan je in deze omgeving nou een burn-out krijgen? Ja, dat is best wel een goede vraag, maar toch is dat het geval. Een deel is mijn persoonlijkheid, dus ik ben heel erg perfectionistisch en ik wil altijd alles zo goed mogelijk doen. Ja. En ik heb gewoon ontzettende druk ervaren, die ik mezelf opgelegd heb en vanuit mijn omgeving ook. Ja, en waar lag die druk dan? Ik ging me heel erg op school storten. Ik zat echt niet lekker in mijn vel, een hele lange tijd niet. En voor mij was dat een beetje de uitweg, om te laten zien dat ik iets kon. En ik nam ook geen genoeg met minder dan 8. Ik ging uit school meteen naar huis toe, op de fiets, zo snel mogelijk naar huis toe. En aan mijn huiswerk. En daarna weer aan mijn huiswerk. En dat was op een gegeven moment gewoon echt mijn leven. Ja. Ja, en daar ben ik echt compleet in doorgeslagen. En wat waren dan jouw eerste klachten van een burn-out krijgen? In eerste instantie viel ik heel vaak flauw, wat je nog niet eens met een burn-out in verband brengt meestal. Nee. Ik viel heel vaak flauw en ik was gewoon zo moe. Echt, het is een speciale vermoeidheid die je eigenlijk niet eens uit kunt leggen. Ik denk niet dat je dat kunt beschrijven als je het niet zelf mee hebt gemaakt. Nee. En toen was het eigenlijk aan het eind van de 5e klas, was ik 17 jaar. En toen kreeg ik eerst heel veel ontstekingen. En de klachten werden erger en erger en ik kreeg straks klachten bij ook. En toen moest ik onder ogen zien dat ik op mijn 17e een burn-out had gekregen. Ja. Even school gegaan? Ja, in eerste instantie wilde ik nog de helft van mijn vakken doen. Het zat nog steeds in me, dat prestatiegerichte. Ik herken dat. Ja. En toen, dat kon gewoon niet. Ik praat verder met Sharon op haar slaapkamer. Voor haar een belangrijk eikpunt in de afgelopen jaren. Jouw kamer? Ja, dat is echt de plek waar ik uren heb doorgebracht. En hoe was je er toen aan toe? Echt heel slecht. In eerste instantie kon ik echt alleen maar liggen en alleen maar slapen. En huilen. Ja, heel veel. En langzaam maar zeker ben ik weer dingetjes op gaan pakken. Heb ik geprobeerd om vooruit te komen. Ja, want wat is langzaam maar zeker? Hoe lang heb je zeg maar gewoon stilgelegen? En, ik denk 3/4 jaar dat ik echt niks kon. Dat is echt lang, hè? Ja, dat is heel lang. De dag bestond eigenlijk uit al dood op opstaan eigenlijk. Je werd nog moeier wakker dan dat je ging slapen. Ja. Dus dat was echt het enige wat ik toen kon. Ja. En je zit hier bij de piano. Ja, muziek. Heb je dat? Ja. Muziek, dat is echt de grootste uitlaatklep die ik heb. If you ever felt this way, that everything around you seems to fall apart. There's nothing you can do. If you ever felt that way. Waar gaat het lied voor jou over? Dit lied beschrijft wat er op dat moment in mijn hoofd omgaat. Als ik me heel slecht voel of echt in die burn-out fase zit, dan gebeurt er zoveel in je hoofd. En dit nummer is eigenlijk wat er in mijn hoofd gebeurt, maar dan op een rijtje gezet. Zodat het even voor mezelf duidelijk wordt wat er eigenlijk gebeurt, om het zo maar te zeggen. En dat is dat je het gewoon echt even niet meer weet eigenlijk. Nee, hoe je er in godsnaam uitkomt. Ja. Ja, of je er nog uitkomt. En dat je dus niet gelooft dat je nog uitkomt. So I try to convince myself that things will be fine. Geloof je nu wel dat het goed komt? Ja, ik geloof nu wel dat het goed komt, maar ik heb nog steeds momenten dat ik het niet geloof. Ja, en wat zijn dat voor momenten dan? Ja, als ik bijvoorbeeld weer iets wil doen en ik val daarna weer in een gat en ik ben weer weken kapot, dan denk ik, ja, dit komt gewoon nooit meer goed. Weken heb je nog dat je echt... Ja, ja. I know. Ja. Kut, hè? Als ik dan muziek maak, dan raakt me dat extra. Ja. En als je dat hoort wat jij nu zegt, van als je daarin zit, dan denk je ook gewoon, gaat het niet worden. Hij komt echt goed. Het duurt gewoon kut lang. Hè? Ja. Heel veel knuffelen heb ik bij allerlei therapieën geleerd, dat het heel goed voor je is.